Hartelijk welkom bij De Ronde Tafel. Hoe kan het probleem van een vader die zijn kinderen niet mag zien worden opgelost en wel nu worden opgelost? Ik praat erover met drie mensen. Eén is Bernard Blijleven, vader van een zoon die je niet zo vaak ziet. Patrick Timmermans, jij bent vadercoach, mag je zo uitleggen wat dat precies is. En Yvonne Blij, jij bent mediator. We beginnen met Bernard. Jij bent dus vader van een zoon. Ik ben van drie kinderen vader. Oké, maar één zoon zie jij niet zover. Die zie ik vanaf 2 oktober 2017 niet meer. Kortom, dat is een hele lange tijd. En wat betekent dat? Heb je überhaupt contact met jouw zoon? Ik mag hem nu 50 seconden per week bellen. 50 seconden per week. En hoe gaat zo'n gesprek dan? Nou, dat begint meestal met, kan je me verstaan? Hoor je me? Is de verbinding goed? Hoor ik jou? Hoor jij mij? En dan zijn we eigenlijk al op de helft. En dan kan ik nog vragen van, hoe gaat het met je? En dan krijg ik dan, we proberen het zo positief mogelijk, koetjes en kalfjes. Want je moet niet in de diepte gaan, want dat doet zeer. Dus we houden het wat Bernard doen. Wat heb je gedaan? Wat ga je straks doen? Wat heb je gegeten? En maar dat is 50 seconden lang om. Ja, en dan papa, je moet nu weer verder. En, maar dan breekt hij zelf het gesprek af? Of heb je het gevoel dat hij breekt het gesprek af. Ja, dus je hebt dus eens in de week 50 seconden contact. Maar hoe is dat zo gekomen dat dat maar 50 seconden in de week? Nou, het was eerst om de dag. En toen werd vanuit moeder gezegd dat hij buikpijn krijgt van het feit dat hij mij moet bellen. Dat is niet volgens mij waar. Het is de moeder die buikpijn krijgt. Wij waren prima met elkaar. Mm-hmm. En die heeft bij de rechtbank gezegd, ja, hij krijgt de buikpijn van, het moet nu minder worden. Het moet nu maar één keer in de week worden. En dat heeft de rechtbank gezegd? Nee, dat heeft mijn vrouw gezegd. Okay. En de rechtbank heeft dat zomaar overgenomen en niet eens aan mij gevraagd wat ik ervan vond. Ik mocht er ook niks over zeggen. En dat zo uitgesproken. Dus dat is mij overkomen. Maar je zegt, ik heb er niks over mogen zeggen bij de rechtbank. Ja. Maar je hebt toch meestal dat je als twee partijen iets... Ja, horen en wederhoor is niet toegepast bij de rechtbank. Dat hier niet toegepast? Nee. Dus, dat lag aan het feit dat de rechtbank graag wilde dat wij in die zitting zouden besluiten tot mediation. Mm-hmm. En men was bang dat als ik daar wat zou zeggen, dat mijn vrouw daar minder toe genegen was. Hoe kijk jij daar tegenaan, Yvonne, als mediator, dat je dit nu zo hoort, dat mediation zou worden toegepast en vervolgens krijg je zo'n situatie 50 seconden per week? Ja, dat is verschrikkelijk. En wat je net aangaf, je geeft aan van ja, de verstandhouding tussen jou en je vrouw was oké in eerste aanleg, of was dat niet zo? Tussen mij en mijn vrouw? Ja, jouw ex-vrouw dan, hè? Nou, ik heb alarm geslagen over een aantal dingen die mij zorgen baarden. En vanaf dat moment is met de hakken in het zand. Ja, ja, dus herkenbaar. Dus het is helemaal tegenwerking, ja, maar ja, dat herken je? Ja, heel herkenbaar. 100%. Ja. Is heel herkenbaar. Ja. En dat de rechter, dat snap ik eigenlijk nog wel, dat hij een uitspraak heeft gedaan van ja, hou maar een beetje rustig, want dan is de kans dat er mediation toegepast wordt veel groter, omdat je natuurlijk twee mensen nodig hebt om het gesprek aan te gaan. Maar zie je dat dan vaak? Zie je het vaak dat vaders dan niks mogen zeggen in de rechtbank? Nee, dat zie ik niet. Nee, okay. Dat heb ik niet op die manier ervaren, maar dan denk ik gelijk van ja, welke advocaat had je dan bij je? Nee, dat maakt er niet uit. Ik mocht mijn woordje pas doen bij de mediator zelf. Ja. Dus daar kon een advocaat ook niks aan doen. Ja, nee, ik ben dat nog nooit tegen. Dat was ook helemaal stupid, hè? Ja. Ja, ik ben dat nog nooit tegen. Maar uiteindelijk is er dan mediation tot stand gekomen. Nee, dat moest de Raad van de Kinderbescherming gaan organiseren. En die heeft daar 3 maanden over gedaan. En toen constateerden ze, het komt niet van de grond. Terwijl, naar mijn idee, als je een half uurtje belt, ben je zo klaar. Maar mediation kwam niet van de grond en wat hadden ze dan als reden daarvoor? Nou, na 2 maanden kwam er achter dat ARKIN, dus een organisatie in Amsterdam, daar kwam men na 2 maanden achter, er is een cliëntenstop. Terwijl men dat ook vrij veel eerder had kunnen weten. En toen werd er besloten, wie dat besloten heeft, weet ik niet, dat het een keuze was tussen de een of de ander, Alfras of Humanitas. En die keuze moest dan worden begeleid door jeugdbescherming. Nou, jeugdbescherming zegt, nou, moeder zit met zoon niet in Nederland, dus wij kunnen ons werk niet doen. En dan, maar ik begrijp niet waarom die keuze er was. Ik kan ook zeggen, nou, we nemen bijvoorbeeld Humanitas. En dan hadden we er al gezeten. Maar en toen heeft men na 3 maanden geconstateerd, wij krijgen het niet van de grond. Dus je loopt eigenlijk tegen de muur aan? Nou ja, ik zelfs denk dat de twee advocaten kunnen het toch ook heel makkelijk
regelen. Mm-hmm. Voor mij is het zo gebeurd. Ja. Maar ja, het is een totale ambtelijke situatie. Bizar is het. Ja. Patrick Tillemans, jij bent vadercoach. We horen nu van een vader die zijn zoon is 50 seconden per week kan spreken. In die andere in het buitenland ziet die zoon. Kom je dit situatie tegen in jouw omgeving? Nou, deze situatie die is dan voor in mijn omgeving uniek. Ik hoor wel inderdaad van dus een vader die ik ken. Ja, dat is heel langzaam opgebouwd, maar die kon zijn dochter zien. En dat was dan 1 uurtje in de week en dan op een gegeven moment 2 uurtjes. En dat werd dan zo heel gestaag opgebouwd. Maar goed, daar was al sprake van mediation. Dat hoor ik hier inderdaad niet. Dus dit is wel een situatie die ik niet veel zie, dat het zo extreem is. Want jij bent vadercoach, hè? Ja. Wat houdt dat in? Dat ik als coach me richt op vaders. En voornamelijk gescheiden vaders. Mm-hmm. Om vanuit vanuit mij als coach een tijdje mee te lopen en mee te kijken van hey, wat gebeurt hier in deze situatie. En vooral wat gebeurt er bij de vader. Wat doet hij, wat doet hij niet. Wat gebeurt er onbewust. Waardoor een vader ook ergens bijdraagt aan de situatie. Ook al is het vaak onbewust. Mm-hmm. En om dat boven tafel te krijgen, waardoor ook als een vader bewustzijn krijgt op zijn... vaak spelen er allerlei patronen, onbewuste patronen, die het gedrag beïnvloeden. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Een voorbeeld, vaak gaat het over de relatie met de ex, met de moeder. Daar zit, eigenlijk ga ik altijd daar naartoe. Niet zozeer de relatie met de kinderen, daar speelt ook allerlei dingen. Mm-hmm. Maar in een situatie als deze ook echt kijken van hey, hoe is de relatie met de moeder, met de ex. Mm-hmm. En een voorbeeld wat ik een keer in praktijk heb meegemaakt is, die vader was zelf heel vaak weg naar het buitenland voor zijn werk. Ja, die zag zijn zoon, dat was het één keer, misschien 1 keer in de maand. En dan heel even, en dan zei hij, ik wil hem vaker zien. Maar ja, hij kwam er gewoon niet uit met zijn ex. Dat was gewoon continu ruzie en gedoe. En na een paar sessies kon hij zien van, hey, wat doe ik hierin? Waar zit ik eigenlijk de strijd hoog te houden? Waar stook ik het vuurtje op? Of waar ga ik eigenlijk weg? Mm-hmm. Het is vaak of vechten of verdwijnen. Mm-hmm. En toen hij daar inzicht in kreeg, kon hij daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Mm-hmm. En van daaruit ook oprecht zijn excuses aanbieden voor wat hij doet in de relatie. Mm-hmm. Nou, en toen kwam er bij haar verschoven wat. Ze zei van, hé, wacht even. En toen konden ze een gesprek gaan hebben. Nog steeds bleef het dan moeizaam, het zijn pittige situaties. Mm-hmm. Maar er kwam een gesprek tussen hun op stand en op gang. Ook met het idee, we gaan naar mediation. Ja, dat speelt bij jou ook wel uit, dat er een mediation hopelijk zit aan te komen. Wat verwacht jij nou van zo'n mediation? Ik denk dat je naar de toekomst moet kijken. Dat je in het belang van je kind moet spreken met elkaar. En dat je er niet zoveel aan hebt om met modder te gooien en dat soort dingen. En dat je reëel bent en van wat is in het belang van het kind nodig om... Hij moet naar school, hij moet onderwezen worden. Want hoe is dat nu? Hij gaat niet naar school. Hij woont ergens in Frankrijk, bij zijn moeder. Ja. Maar hij gaat niet naar school. Hij gaat niet naar school, hij heeft achterstand. Er zijn een aantal omstandigheden die mij hebben ertoe gebracht om alarm te slaan. Die niet goed zijn. Deskundigen zeggen mij dat er sprake is van ouderverstoting. En dat is een buitengewoon ernstige situatie. En als daar sprake van is, dan denk ik dat je alle hulp moet aangrijpen als die je wordt aangeboden. En als die niet wordt aangeboden, dan moet je het zelf organiseren. En het gaat om het kind, het belang van het kind. Kijk, je moet onderscheid maken tussen de boosheid of de frustraties over het feit dat je uit elkaar gaat. Mm-hmm. En de zorg over je kind. Dat zijn 2 verschillende dingen. En als je dat eenmaal begrijpt, dan begrijp je van ja, dat zijn 2 dingen die jij en je vrouw, dat is wat anders. Maar het kind, daar gaat het om. Je noemt een heel belangrijk woord, ouderverstoting. Wat is dat in jouw optiek? Dat is als de ene ouder met opzet bewust de relatie tussen het kind en de andere ouder vermindert of verkleint of zelfs helemaal
onthoudt en daar actief in optreedt. Okay. Je leest in allerlei krantenberichten ook dat moeders een bepaalde rol wordt toegedicht. Kom jij de term ouderverstoting in dat kader ook wel tegen? Dat moeders heel veel tijd opeisen of ervoor zorgen dat vaders in een kwaad daglicht wordt gesteld? Ja, ja dat kom ik wel veel tegen. En dan is het heel erg belangrijk dat je het kind, wat je zelf al aangeeft, eigenlijk voorop stelt. De koppels hebben al moeite natuurlijk met zichzelf genoeg als ze in een scheiding liggen. Daar komen zoveel emoties bij, dat is al ontzettend moeilijk. En daardoor wordt het kind vaak vergeten. Dat wordt ze zijn met zichzelf bezig. Ja. Dus dat is al vaak al een probleem op zich, dat we de ouders echt op moeten wijzen van ja, jullie zeggen wel, we geven samen om de kinderen heel veel, maar jullie zijn nu met elkaar bezig in plaats van met het kind. En hoe gaan instanties daar nou eigenlijk mee om met dit soort ouderverstotingssituaties? Want je leest bijvoorbeeld dat in het buitenland wordt er heel erg gekeken naar het strafbaar stellen daarvan. Ja. Dus dat gaat nogal ver. Ja. Nederland is toch het land van het polderen. Ja. Merk je dat ook, dat er hier veel over gepraat wordt? Ja, er wordt veel over gepraat en ook de rechters zelf zijn van mening dat er wat aan gedaan moet worden. Je hebt daar ook een speciale, je hebt bijvoorbeeld een bijzondere curator in jeugdzaken. En daar kan de rechter nog wel zijn beslissing over nemen, dat had ook in jouw zaak gekund. Dat de rechter dan zegt van, hé, wacht even, wat gebeurt er hier? Dit is bijvoorbeeld een vechtscheiding, die ouders communiceren totaal niet met elkaar. Wij raden mediation aan, maar het is ook belangrijk dat de stem van het kind gehoord wordt. En wie gaat die vertalen? En daar kan de rechter dan een bijzondere curator in jeugdzaken benoemen. En die krijgt dan een speciale opdracht mee. Ik noem maar even een voorbeeld in jouw geval van, hey, de kleine zit in het buitenland, jij hebt geen contact. Hoe gaat de ontwikkeling met die kleine jongen? Hoe gaat dat met zijn opvoeding? Dat is heel belangrijk, want hij moet ook zijn eigen persoonlijkheid ontwikkelen. En zo'n bijzondere curator die gaat dan met de ouders in gesprek, maar vooral met het kind in gesprek, om zijn stem te verwoorden naar de ouders toe en naar de instanties toe. Zodat het kind eigenlijk in rechten een stem krijgt, dat doet die bijzondere curator. Hij gaat op een hele spelende manier. Hij gaat met het kind in gesprek en gaat dan in zijn achterhoofd aan de hand van het kindwens, wat belangrijk is voor het kind, gezien de leeftijd, hè, dus 10 jaar geef je aan. En hij gaat kijken van ja, hoe kan je daar voor het kind een goede omgangsregeling voor elkaar krijgen. Maar de stem van het kind is voor die curator heel erg belangrijk. En dat is het advies wat hij dan aan de rechter meegeeft. Dus hij vormt een overkoepelende visie en vervolgens gaat hij naar de rechter en zegt hij ja, dit en dat schort daar wel aan. Maar ik maak in mijn situatie mee dat in het kader van die ouderverstoting de moeder het kind helemaal programmeert. Ja. En dat het kind bij de rechter zegt, ik wil mijn vader niet meer zien. Terwijl de relatie met het kind uitstekend was. Dus daar is tijd genoeg voor de moeder en het kind om dat te regelen. En dat is gebeurd. En dan zegt een rechter, ho, wat moet ik nu doen? En die denkt, mediation, daar ben ik er vanaf. Ja, mediation. Die interesseert zich verder niet. Nee, dat klopt dus. En dan gaat het eigenlijk om wat de mediator daaraan doet. Ja, dat als hij niet wordt benoemd. Nee, maar een mediator zelf kan natuurlijk wel aansturen op van, oké, maar wat gaan we hier doen? Want we moeten proberen om jullie eerst in instantie op één lijn te krijgen, zodat die vechthouding uit de lucht is, hè, dat het op één golflengte komt. En dat je de ouders daarop eigenlijk min of meer een beetje op dwingt om naar het kind te kijken. En dat hoef je niet te dwingen, want dan kun je gewoon aangeven wat is voor jullie belangrijk. Hoe ervaren jullie dat als jullie zo tegen elkaar tekeer gaan? Hoe moet een kind zich voelen? Dat heb ik nooit gedaan, ik heb nooit de gelegenheid gehad om dat te doen. Nee. En dat kan een mediator, als je bij mij aan tafel zou zitten, dan zou ik daar zeker mij op focussen. Want voor mij is in een scheiding altijd het kind staat bij mij voorop. En vaak is dat bij de ouders ook. Ik kan niet inschatten wat met jouw ex uiteindelijk... We hebben er ook over gesproken, want ik ben begonnen voordat er sprake was van een scheiding om alarm te slaan. En toen heeft mijn vrouw een scheiding aangevraagd. Dus ik heb nog nooit met haar over de scheiding kunnen spreken. Maar bij de rechtbank had je geen gehoor eigenlijk. En daarvoor kinderbescherming? Ja, kinderbescherming en jeugdzorg die weten niets, doen niets en die kiezen altijd voor de moeder. Maar hoe heb je dat dan ervaren? Wat heb je daar dan gedaan?
alarm geslagen, feiten, gedrag beschreven, ja. Dingen die mij zorgen wekken verteld. En wat gebeurde dan? Niets, helemaal niks. Maar had je wel een gesprek daar? Hoe heb je dat alarm geslagen? Is dat gesprek geweest? Of? Nee, ik ben wel één keer daar geweest en dat was meer een kwestie van aanhoren. En dat is te ingewikkeld en dat liever niet. En ik heb één keer gesprek met mijn vrouw gehad bij jeugdbescherming en dat was echt, nou, dan gaan we inhoudelijk erover praten. Maar dan mocht je alleen maar spreken over waar is jullie zoon goed in? Nou, dacht ik, ja, daar gaat het niet over. Het probleem zelf mocht je niet benoemen? Nee, dat mocht niet besproken worden. Dus incapabel wat mij betreft en ook niet in geïnteresseerd, het is te ingewikkeld, te moeilijk. Was dit polderen of was dit incompetentie? Ze hebben er geen verstand van en het is ook te ingewikkeld. En ze willen, ik nam een aantal dingen mee, ik dacht, ik wil graag hierover spreken. Dat werd zo gedaan. En, het werd afgehouden? Absoluut. En heeft het feit dat jouw zoon en ex in het buitenland zitten daar nog een rol gespeeld? Nee, want zij heeft op zich wel gezegd van als het nodig is, kom ik. Dan heb je een raad van de kinderbescherming die maakt een rapport. Zegt, ja, meer is het niet. Ze doen verder niets. Ze signaleren wel een beetje, de term ouderverstoting wordt geschreven. Maar dat er geen onderwijs is, dat is niet erg. Of dat er situaties zijn die niet goed zijn voor het kind, is ook allemaal niet zo erg. Waar leid je dat het af? Want er ligt een rapport. En er wordt verder niets mee gedaan met dat rapport? Het rapport staat dat de situatie van onze zoon zeer zorgelijk is. Okay. Dat er weer contact moet komen tussen vader en zoon. Dat er mediation moet komen. En dat er sprake is van ouderverstoting. Hm. Nou, dan zou ik zeggen, dan moet je wat gaan doen. Ja. Maar dat lijkt me een krachtig signaal. Ja. Hoe is jouw ervaring met vaders? Kom je die term ouderverstoting bij jou tegen? Ja, wel dat inderdaad moeders bezig zijn. Ja, inderdaad. Willens en wetens. Ja, precies. Bijvoorbeeld één situatie waarin de vader zijn dochter, de dochter was 14, zijn zoon zag hij wel. Mm-hmm. Dat was dan niet helemaal een co-ouderschap, maar goed, hij zag wel regelmatig zijn zoon. Maar ja, zijn dochter wilde hem gewoon niet zien. Die wilde ook bij de deur, wilde niks met hem te maken hebben, terwijl hij of een cadeautje of weet ik wat hij allemaal probeerde. En in dit geval was, gek genoeg, die moeder, zijn ex, die had zoiets van, was duidelijk dat zij dat niet inmengde op die manier, dat ze haar dochter niet, kneden tot beïnvloeden. Mm-hmm. Maar er was wel duidelijk dat, omdat die vader en moeder ook niet helemaal met elkaar uitkwamen, omdat hij ook wat agressief gedrag kon hebben, daar was vooral de dochter bang van geworden, heb ik hem echt toch wel in begeleid van, kijk of je er met de moeder eruit komt, dat jullie weer echt gewoon door één deur kunnen. Mm. Ja, en dan op een gegeven moment zijpelt dat door naar die dochter, dat hij ziet van, nee, papa is helemaal niet Maar dat is ook gelukt? Er is wat meer contact gekomen. Ja, op een gegeven moment houdt een traject bij mij op. Dan behandelen we allerlei zaken. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen in jouw geval dat je enorm gefrustreerd bent. Dus de machteloosheid. Ja, maar ook de gewoon woede over heel deze situatie. Je staat ermee op en je gaat ermee in bed. Ja, maar die boosheid, die woede, die vreet ook aan. Ja, die moet je kwijt kunnen, die moet je kunnen uiten. En ik doe dat door middel van dingen op papier zetten. Ja, maar goed, het is een kwestie van dat je met veel met mensen spreekt daarover. Ja. En dat je goed voor jezelf blijft zorgen en dat soort zaken. Ja, absoluut. Ja, en in mijn traject gaan we altijd aan de slag met boosheid. En ook op zo'n manier echt even tot de kern kunnen komen. Dus nog voorbij het alleen maar uiten, maar ook echt dat via boosheid ook de helderheid kan komen over de situatie. Zeker. In jezelf. Zeker. En ook boosheid is ook gewoon een enorme krachtbron. Het is ook verdriet. Het zit er allemaal onder. Dus je denkt aan je kind en je denkt aan de ontwikkeling van jouw kind. En je zegt, nou, die zou dit kunnen gaan doen. En dat wordt nu op deze manier beïnvloed. Ja. En dat wil je niet. Nee. En wat ik wil zeggen, dat boosheid, als je echt je boosheid kan toelaten. Boosheid is zo krachtig dat pijn en verdriet daardoor gedragen kan worden. Zeker, zeker. Want hoe boos ben jij? Nou, ik ben... Kijk, ik kan alles beredeneren. Ik weet hoe het ontstaan is en waardoor het komt. En dat is allemaal vreselijk. Dat is echt een vreselijk verhaal.
Dus er zijn geen winnaars in zo'n situatie. Het gaat om het kind. En mijn boosheid, ja, die kan ik wel weer. Ik kan ook fysiek gaan lopen en fietsen. En ik kan met mensen gaan spreken. En ik kan dingen opschrijven. En dan gaat het heel goed met mij. Ja. Maar dat opschrijven jou ook om je gedachten te ordenen? Nou, ik schrijf op omdat ik dan mijn emoties kwijt ben en mijn boosheid inderdaad opschrijf. Mm-hmm. En dan ga ik naar andere mensen en zeg, ja, dat kan je zo niet schrijven en dit moet eruit en dat moet eruit. Zeg, oké, dat ben ik met je eens, maar ik ben het tenminste kwijt. Mm-hmm. En dan kan je iets zakelijks, iets concreets en iets korts in een elevator pitch kan je dan zeggen, nou, dit wil ik. Of dit vind ik. Mm-hmm. En dat kan je aan andere mensen laten zien. En hoe reageert jouw omgeving daar nou op, dat je je zoon gewoon een jaar lang niet hebt gezien? Nou, mijn familie die is in shock. Dit is echt dit is vreselijk. Ik heb een vader van 87 en een moeder van 86. Dus de opa en oma, hun kleinkind, ja, denk ik ook niet zien. Nee, en zijn broer en zijn zuster en de moeder daarvan. En, ja, dat zijn kinderen uit je eerder. Ja. Ja, en die zitten met grote ogen te kijken van hoe lang gaat dit duren en waarom, waarom vooral. Eigenlijk hebben we de behoefte om een bijeenkomst te organiseren van waarom gaat dit zo? Mm-hmm. Waarom duurt het 8 maanden voordat een rechtbank een zitting uitschrijft? Mm-hmm. 8 maanden. Ja. Vreselijk. Ja, dat is zeker. Absoluut. En zeker wat je al aangeeft voor die kleine jongen. Ja. Want die zit letterlijk en figuurlijk klem. Hij dissocieert zich totaal. Want hoe ontwikkelt hij zich dan sociaal? Want hij zegt hij zit niet op school. Nee. Dus hij zit daar ergens in Frankrijk. Spreekt hij Frans? Vloeiend. Oké. Okay, vloeiend dus Amsterdam van. Vloeiend Amsterdam en Frans, lijkt me een mooie combinatie. Ja. Maar wat betekent het voor zijn sociaal omgeving? Heeft hij daar vriendjes? Hij heeft vriendjes, dat heeft hij. Maar goed, hij wordt voortdurend gecontroleerd. Hij is niet vrij om te doen wat hij wil. Hij is de hele dag bij zijn moeder. Ja. Dus dan kan je je niet ontwikkelen. Je zit niet op school. Je zit niet met. Je kan geen kattenkwaad uithalen. Er wordt voortdurend gekeken wat je doet. En, een enorme verlatingsangst ook opgebouwd. Dat is echt niet leuk. Ja. En waar blijkt dat uit? Dat hij zichzelf. Stel ik ga naar de wc, dan komt hij voor de deur zitten. Dan is hij bang dat je weggaat. Ja. Als je met hem naar een tennisles gaat, om de halve minuut kijken of je er nog bent. Ja. Dat is heel verdrietig. Dat is vreselijk. Niet leuk. Ja. Hoe zie jij dat, die verlatingsangst, kom je dat wel meer tegen in dit soort situaties? Nou, niet op de manier zoals jij hem aangeeft, maar als ik dit verhaal hoor, dan zeg ik, ja, dit is wel een ernstige situatie. En daar moet zeker wat mee gebeuren. En zo'n ventje, natuurlijk heeft hij last van verlatingsangst, want hij is jou kwijt als vader zijnde. Ja, kijk, maar hij weet dat ik er ben. En dat is het belangrijk. Hij weet donders goed, hij weet heel goed wat ik heb gezegd tegen hem. Hij zei, papa, ik ben super blij dat je dit voor mij doet. Waarom ben je niet eerder gekomen? Dat helpt enorm. En dat is het allerbelangrijkste. Dus ook. Nou ja, ik wil de relatie met gewoon wij met z'n drieën moeten dit kunnen bespreken. Ja. Hè? En met deskundigheid misschien. En dan moet je het oplossen. Maar dan moet je wel kunnen communiceren als er voortdurend zo wordt gedaan. Ja, dan, wie gaat dat doen? Hoe zie je voor jezelf een doorbraak hierin? Is het nu een soort padstelling, lijkt het? Ik heb onlangs een voorstel gedaan waarvan ik vind dat het heel redelijk is. En mensen om me heen zeggen dat het heel redelijk is en wat niet geweigerd zou kunnen worden door haar. Waarvan ik denk van nou, ik stel dit voor om eruit te komen. En dat moet een raad voor de kinderbescherming, een rechtbank, een advocaat en mensen eromheen. Die moeten dat toch heel normaal vinden. Zowel een vader als een moeder heeft recht om zijn kind te zien, ook zijn kind op te voeden. Ja. En ik vind het onderwijs echt zorgelijk dat hij geen onderwijs krijgt. Ja. Ik stel dat voor om dat te gaan organiseren. Ja. En als je dat, daar moet je op een gegeven moment uitkomen, ook vanuit de deskundigheid. En dat moeten de instanties ook toch omarmen. Mm-hmm. Je kan niet blijven zeggen hij mag niet naar school, hij mag zich niet ontwikkelen. Dat kan je niet blijven zeggen. Ik zou dan graag als laatste even een tip van jou willen krijgen, Petty. Ja. Wat zou je Bernard willen raden in zijn situatie? Ja, heel veel dingen die ik wil zeggen, die is wel mooi dat je uiting geeft aan de emoties die er spelen. Dat is mooi dat je ook... Ik zit in mijn eentje om in mijn stoel te huilen. Dat, heb je dat gebeurt spontaan, dat laat ik ook gebeuren. Dat is mooi. Ja. Heb je ook andere mensen waarmee je kan huilen? Zeg maar.
gewoon heel... Nou, die behoefte heb ik niet echt. Ik huil intensief als ik alleen ben. Ja. 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 En ik heb niet de behoefte, ik heb veel in muziek. Ja. En, maar dan nog een tip, Bernard? De tip die ik zou hebben, die is misschien vrij onconventioneel. Maar kijk of je op de een of andere manier richting je ex, of zijn jullie gescheiden inmiddels? Nee. Oké, dat niet. Richting je vrouw. Brieven sturen zonder ze te versturen, maar brieven te schrijven vanuit je hart. Eigenlijk liefdesbrieven, ja. Zonder dat ze krijgt. Maar dat op de een of andere manier die stroom, ja. dat ergens, daar geloof ik ook in, ergens gaat ze dat dan wel oppikken. Of zo, dat is heel mysterieuze dingen kunnen werken. Maar als je op die manier dat soort brieven naar haar schrijft, zonder te versturen, gewoon als ze zegt. Het feit dat ik dat doe, dat komt ook al bij haar aan. Dat feit dat ik iets denk, kan zij ook opvangen. Ja. Dat zo is. Dus kijken of je op die manier, en er moet iets bij de moeder, lijkt iets te moeten gaan veranderen. Omdat jouw zoon, die zit vast, die zit in de klem. Jij doet alles wat je kan doen, maar je instanties werken niet mee. Super frustrerend. Nou ja, uiteindelijk zullen ze wel mee moeten werken. Uiteindelijk wel, maar wat jij zou kunnen doen, echt, nou ja, om richting haar steeds weer je... Ja, het is een leuk idee, het is een leuk idee. Ja, en je weet wat... Dankjewel voor je tip. Ja. Yvonne, heb jij nog een tip voor Bernard als laatste? Nou, je zit er heel goed in, dus echt veel tips zou ik je op die manier niet kunnen geven, maar wel vanuit jezelf blijven denken, want dan redeneer je goed, want je denkt vanuit de kleine jongen. En nu moet je voor jezelf iets bedenken, dus toch een tip. Hoe krijg je je vrouw mee om ook in te zien dat het de ontwikkeling, de persoonlijke ontwikkeling van die jongen in de weg staat. Ja. En daar moet je voor jezelf iets weten van, hey, hoe zou ik haar kunnen bereiken, zodat zij dat net zoals ik ook inziet. En waarschijnlijk ziet ze dat wel in, maar wordt ze op een of andere manier ergens door verstoord, waardoor ze zich anders uit dan dat ze zich denk ik voelt. Want de intentie, een vader en een moeder houdt altijd van hun kinderen. Ja. Of er moet sprake zijn van mishandeling, maar dat hoor ik niet in deze situatie. Maar je houdt altijd van je kind. En ouders willen altijd het beste voor, hebben altijd het beste voor hun kind. Maar zien het soms gewoon niet. En dat zou kunnen. Ja, je kan structuur aanbieden. Ja. Dat is wat ik kan en ook wil. Oké, dank jullie wel. Zou één ding, wat ik in me opkoppen. Het zou zomaar kunnen dat je vrouw zich heel bedreigd voelt op de een of andere manier. Zeker. Zonder dat jij het haar bedreigt. Ja. Dat er ergens toch iets kan zijn in jullie die er niet zijn. Dat kan ik ook benoemen, zeker. Ja, nou, dat zou interessant kunnen zijn. Dan moet je wel kunnen communiceren. Ja. Maar eerst voor jezelf. Om te zien dat heb ik al op papier. Oké. Ja. Ja, en zo snel mogelijk een tafel met een mediator. Dat raad ik echt aan. Dank jullie wel. Bernard, dank voor je openhartigheid. En ik hoop echt dat het nu geen jaar meer duurt dat je je zoon ziet. Ja. Peter Timmermans, dankjewel. Vadercoach. En Yvonne Blij, mediator ook, dankjewel. En tot zover deze aflevering van De Ronde Tafel. Tot de volgende keer.